twee volkjes die we voor de teelt gaan gebruiken, voor de varroa resistentieteelt. Dat is een volkje waar ik een darbroedraampje in heb gehangen. Dat heb ik al in een eerder filmpje laten zien. En we gaan kijken of de darbroed nu verzegeld is. Dan kan het naar boven. Komt het boven het moerrooster te hangen. Zodat de darren boven het moerrooster uitlopen en niet naar buiten kunnen. Maar ook dat de vreemde darren niet naar binnen kunnen. Het is koud. Bijen hebben er eigenlijk niet zoveel zin in. Ik heb geen rook bij me. Ik heb eigenlijk geen zin in om rook op te halen. Dus ik probeer het voorzichtig zo te doen. Nou, dan zien we dat darrenbroed prachtig verzegeld is. Zo, wildbouw snijdt er even af. Dan halen we een raampje van boven naar beneden. Zo, dan kan deze hier weer bovenop. Extra ruimte geven voor de darrenbroed. Zo. Prachtig verzegeld raam. Darrenbroed en aan de andere kant werksterbroed. Zo. Dit volk ligt een pakje voer bovenop, zodat ze continu voer hebben om ook het darrenbroed goed te verzorgen. Nou, dat pakje is half leeg, dus daar hebben ze nog voldoende aan. Dan is deze alweer klaar.